Nu nog een kale tuin bij basisscholen Sint-Jan en de Zandhorst in Breizand. Maar de schepjes en de planten staan er klaar voor. De leerlingen kunnen aan de slag. Oké, jongelui, wat gaan jullie allemaal doen? Planten. We gaan planten. Ja, wat gaan jullie planten? Bloemen en groenten en zo, voedsel. Ja, en ook eetbare planten. Heb je dat wel eens gehad? Ja, munt vooral. Munt, ja. En lavendel ook. Wat ga jij straks doen? Bloemen planten. Bloemen, maar goed, dat ze eetbaar zijn, klopt dat? Ja. Ja. Heb je ze wel eens geproefd? Nee. Wat gaan we straks doen? Weet ik niet. Lekker plantjes eten, of niet? Ja. Het leuk werk? Ja. Wat ga jij planten? Salie. Ze zijn vandaag een voedselbosje aan het planten. Dus dat is een bosje waar allemaal eetbare soorten in staan. Dus je hebt verschillende lagen. Dus een hele laag met kruiden die op de grond zitten. Struiken waar eetbare bessen bijvoorbeeld aan zitten. Bomen zoals een appel en een amandel. En zo is er van iedere plant straks iets te oogsten. En waarom doen ze dit? Is dat voor de kinderen iets te leren? Ja, zeker. Want het is natuurlijk een nieuwe vorm van voedselproductie. Je ziet dat steeds meer, dat voedselbossen in opkomst zijn. En ook om eigenlijk een alternatief te hebben op de reguliere landbouw, kan je dit ook heel goed. Je kan van alles eten uit de natuur en ook uit zo'n voedselbos. Dus dat is super leerzaam. Dit is eigenlijk een soort van voorbeeldbosje. Dus je kan hier niet met de hele school van eten. Dat is niet de bedoeling. Maar het is meer dat de kinderen wel een idee hebben van wat groeit daar allemaal? En ze kunnen straks echt wel bessen gaan oogsten, misschien jam maken. Heel veel kruiden die er staan waar je lekkere thee van kan zetten. Dus ze kunnen straks zeker wel lekkere dingen ermee gaan maken. De opening werd verricht door juf Willy, die door middel van het doorknippen van de lint die toegang geeft tot de voedselbos. Hierna kunnen planten beginnen. Juf Willy, die wordt een beetje de opperbakster van de tuin, oppertuinvrouw. Dus aan jou de eer om de tuin te openen. Ja. Ik weet het. Nou. Hey, zullen we tot drie tellen? Ja. 1, 2, 1. Kan ook. Ja! Bij deze is de tuin geopend. Wat gaan jullie planten? Rode vlierbes. Rode vlier. Ik ga kiwibes planten. Allemaal eetbaar, hè? Ja. Heb je dat wel eens geproefd? Nee, nog nooit. Zou je het wel willen proeven? Ja, echt wel, ja. De kinderen gingen in verschillende groepen voortvarend aan de slag om te planten. Hoe belangrijk is het voor kinderen dat ze dit leren? Ja, ik denk wel dat het belangrijk is. Dat het, dat er ook een alternatieve manier waarbij... Want dit is niet alleen goed voor mensen. Je kan hier als mens van eten. Maar het is ook heel goed voor de biodiversiteit. Dus hier kunnen ook allerlei dieren in leven. En die kunnen daar ook van eten. Dus het is niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur. Het is een soort natuurlijk bosje. Wat zichzelf ook gaat onderhouden op een gegeven moment.